Euro Engels uit Balgooi heeft zijn tuin omgetoverd tot één groot griezelfestijn. De weken rondom Halloween is zijn tuin te bezoeken door kinderen en volwassenen die houden van griezelen. Euro doet het al jaren en ieder jaar blijkt het in de smaak te vallen. Dit jaar is wel anders dan voorgaande jaren. Euro heeft nu zoveel Halloween-decoratie dat het niet meer in zijn voortuin past. Daarom vindt het dit jaar plaats in zijn achtertuin. In de achtertuin van Euro komt Halloween tot leven. Overal staan enge figuren en kan je griezelige geluiden horen. Zijn tuin is de weken rondom Halloween te bezoeken voor iedereen. Want het is Halloween. 31 oktober is Halloween. En dit doe ik nu al 6 jaar. Ik heb het meegenomen van Amerika. Ik woonde voor een heel lange tijd in Amerika en ik vond het een hele fijne feest en meegenomen. En nu ga ik het uitbreiden. Elk jaar maak ik het groter. En vier ik het in mijn achtertuin. Dit is niet binnen enkele minuten in elkaar gezet. Euro is hier meerdere weken mee bezig. Nou, ik heb vanwege dat ik zoveel heb, het duurt mij ongeveer 2 weken om alles op te zetten. Het doel van Euro is om mensen te laten schrikken, maar ook vooral om kinderen te laten zien dat niet alles echt is en ze dus ook niet bang hoeven te zijn. Nou ja, ik vind het wel leuk om mensen een beetje bang te maken, maar tegelijkertijd ik wil ook de kinderen laten zien dat ze niet bang hoeven te zijn en het is allemaal niet eng. De tuin van Euro is al een aantal jaar een griezelige plek tijdens Halloween. Elk jaar weer valt het in de smaak bij de bezoekers. Het aantal bezoekers stijgt ieder jaar. Oh, ze vinden het fantastisch. De eerste paar jaar dat ik het gedaan heb, kwamen ze alleen even langs kijken en kijken. Maar dan langzaam kwamen meer mensen met de kinderen. En de laatste 2 jaar heb ik tussen de 80 en 100 mensen die langskwamen. En nou ben ik vorige week had ik vrijdag en zaterdag mensen langs. En zit ik al bij de 80 mensen. Dus ik verwacht morgenavond en vrijdagavond weer zoiets. Morgenavond tijdens Halloween en vrijdag 1 november is deze griezelige tuin nog te bezoeken vanaf 5 uur.